Goedenavond iedereen. Good evening everybody. Onze excuses voor het laat-tijdige begin. Excuses voor de delay. Er waren enkele foutjes in de instellingen van mijn Facebook-pagina. There were some mistakes in the configurations of my Facebook. Waardoor we terug moesten herstarten. Through which we had to start again. Dus vandaag gaan we bidden met Genesis 14. So today we are going to pray with Genesis 14. Waar we vorige week over gepredikt hebben. Where we preached about last week. Mijn naam is Geert Bayens en ik ben predikant in Believers Assembly Ministries Hest op den Berg. My name is Geert Bayens and I'm a preacher of Believers in Believers Assembly Ministries Hest op den Berg. En voor degenen die ons regelmatig volgen, dan weet je dat wij niet op ons eigen staan, maar dat we deel uitmaken van Believers Assembly Ministries International. For those that follow us on a regular basis, you know that we do not stand on our own, but we are part of Believers Assembly Ministries International. En anders weet je het nu. And if not, then you know now. En Reverend Frank is degene die deze kerk gestart is. And Reverend Frank is the one who started the church. Wij groeten u, Reverend Frank, en we zeggen God zegen u voor het goede en het harde werk dat je in deze opstart gemaakt hebt. We greet you, Reverend Frank, and we say God bless you for the work that you have put in starting this church, this ministry. En we danken u voor het platform dat u ons aanbiedt om ook het woord van God verder te verspreiden. And we thank you for the platform that you give us to also spread the word of God. Vandaag hoor je ook dat we onze vertaler, minister Yannick, bij ons hebben. And today you hear again that we have our translator, minister Yannick, with us. God zegen u, minister Yannick. God bless you. Amen. Vorige week hebben we gezien hoe Abraham Lot bevrijdde nadat de koningen van Sodom en Gomorra. And last week we saw how Abraham saved Lot after the kings of Sodom and Gomorrah. Sodom en Gomorra was de regio waar Lot zich bevond. And Sodom and Gomorrah was the region where Lot was living. En we zagen hoe dat Lot zijn vrijheid verloor doordat de koningen van Sodom en Gomorra de oorlog verloren en Lot in de handen kwam van zijn tegenstanders. And we see how we see how the king of Sodom and Gomorrah lost their battles and how Lot ended up in the hands of the enemy. En in dit verhaal zagen we hoe Abraham Lot bevrijdde. And we see in this story how Abraham saved Lot. En daardoor ook weer stappen dichterbij zetten naar zijn hemelse of edense vrijheid of nabijheid van God. And how it helped him to work towards his Eden-like freedom again, or his Eden-like presence of God. Nu wanneer wij ook bereid zijn om die stappen te zetten die Abraham heeft gezet. Now when we are also ready to take the same steps that Abraham made. Komen wij ook steeds dichter tot dat herstel in de nabijheid van God, in die spirituele realiteit. We also come closer to that restoration in the presence of God, in that spiritual reality. De spirituele realiteit die anders is of verschilt van de fysieke realiteit waarin dingen misschien niet mogelijk zijn. The spiritual reality that is which is different from the physical reality where not everything seems possible. Zoals ook mogelijk was in de tuin van Eden. Just as it was possible in the garden of Eden. Nu, welke stappen hebben we gezien dat Abraham vorige week gezet heeft? Now, which steps did we see that Abraham made last time? 1. We zagen dat Abraham medelijden had met Lot. We saw first of all that he had compassion with Lot. En dat hij geen harde gevoelens had naar hem toe omwille van de manier waarop zij voordien van elkaar gescheiden werden. And that he did not have any harsh feelings towards Lot because of the ways that they separated themselves. En we zien dat Abraham onmiddellijk bereid was om Lot te helpen toen deze zich in problemen bevond. And we see that how Abraham was immediately willing to help Lot when he was in trouble. Nu, de eerste vraag die we ons moeten stellen is, zijn wij ook bereid of zo vergevensgezind en hulpbereid zoals Abraham? Now the first question that we have to ask ourselves is, are we as forgiving and as ready to help as Abraham was? Ten opzichte van mensen die ons misschien pijn hebben gedaan of ons fout hebben behandeld. Towards the people that have hurt us or treated us in a bad way. Nu, de tweede stap die Abraham gezet was het offer dat hij bracht aan de Heer. Now the second step that Abraham took was the offering that he brought on the sacrifice that he brought to the Lord. Hij gaf 1/10 van al de opbrengst
van de verovering die hij gedaan heeft, had, gaf hij 1/10 aan de Heer. He gave 1/10 of the plunder of the from the success that he had in the battle. He gave it unto the Lord. En we kunnen dat vandaag ook zien in als een gebod in het boek van de profeet Malachi. And we can see that as a commandment today in the book of the prophet Malachi. En vandaag wil ik dat eerst nog eens lezen samen met u. And today I want to read that again today with you. Dus laten we onze Bijbel even erbij nemen in Malachi 3. So let us first take our Bibles to Malachi 3. En we lezen van 6 tot 12. And we read from 6 to 12. En de Bijbel zegt, let op. And the Bible says, be attent. Ik, de Heer, verander niet. I, the Lord, do not change. Let op hier. De Bijbel zegt, ik verander niet. Hij is nog altijd hetzelfde. Vandaag is hij ook nog altijd niet veranderd. The Bible says that he does not change, so today he is still the same. En de Bijbel zegt dan, daarom zijn jullie niet totaal vernietigd, volk van Jacob. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. En vers 7 zegt, net als jullie voorouders, zijn jullie altijd ongehoorzaam geweest aan mijn wetten en leefregels. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. En nooit hebben jullie je eraan willen houden. And you have not kept them. En kom nu bij mij terug. Return to me. Dan zal ik ook bij jullie terugkomen. And I will return to you. En dat is in feite waar we over aan het spreken zijn, niet? Het herstel in de nabijheid van God. And this is in fact what we are talking about, the restoration in the presence of God. En dit zegt de Heer van de hemelse legers. This says the Lord Almighty. Maar jullie vragen bij u terugkomen, wat bedoelt u daarmee? But you ask, how are we to return? En vers 8 zegt, ik bedoel dat jullie niet doen wat ik zeg. And verse 8 says, I mean you do not do what I ask. Mag een mens God beroven? Will a mere mortal rob God? Nee, maar toch beroven jullie mij. Yet you rob me. En jullie vragen, beroven wij u? But you ask, how are we robbing you? Wat bedoelt u? What do you mean? Jullie geven mij niet de gaven waar ik recht op heb. You don't give me the offerings in which I have right. En de Bijbel zegt in vers 9, jullie zijn vervloekt omdat jullie allemaal mij zo dus beroven. In tithes and offerings, you are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. En vers 10 zegt, breng liever alle gaven waar ik recht op heb naar de voorraadkamer van mijn tempel. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Namelijk het tiende deel van jullie oogsten. The tenth of the tenth of every surplus that you receive. En dan zullen mijn priesters te eten hebben. And then my priests will have food to eat. Probeer het maar. Try me. Dan zullen jullie zien dat ik ervoor zal zorgen dat het goed met jullie gaat. And I will make sure that everything goes well with you. Dat is herstel. That is restoration. Ik zal voldoende regen geven zodat jullie grote oogsten zullen hebben. I will throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. En de oogsten zullen zo groot zijn dat het allemaal niet meer in jullie schuren past. That there will be no room enough to store it. En Elf zegt, en ik zal jullie beschermen tegen de sprinkhanen. And I will prevent pests from devouring your crops. En dan zullen die niet meer jullie graanoogsten vernielen. En ik zal ervoor zorgen dat er aan jullie wijnstruiken prachtige druiventrossen groeien. And the vines in your fields will not drop their fruit before it's ripe. En alle volken zullen jullie prijzen als ze zien hoe goed het met jullie gaat, zegt de Heer van de hemelse legers. Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Nu Abraham hield zich aan dit offer. Abraham kept himself to this offering. Hij droeg de tiende af van alles wat tot hem kwam. He gave a tenth of everything that came to him. En in Malachi 3 herinnert God de Israëlieten aan dit gebod. And in Malachi 3 God reminds the children of Israel about this commandment. En we hebben juist gezien dat die God dat hij nog altijd dat hij niet verandert. And we just saw that God does not change. En vandaag zijn er vele mensen of vele kerken zelfs die dit gebod over het hoofd zien. And today there are a lot of people, even churches that oversee this rule, this commandment. En vandaag herinnert God ons aan dat gebod opnieuw. And today God reminds us of this commandment again. Omdat in vele kerken er geen tiende meer worden afgedragen.
Because in a lot of churches there are no tithes that are giving anymore, tithes that are giving anymore. Het gebod van de tiende is er niet om de kerk te verrijken. The commandment of the tithe is not there to enrich the church. Of om de pastor te verrijken. Of to enrich the pastor. Maar wel om te zien of we een afgod hebben in ons leven. But it is to see if we have a spirit of giving in our life. Geld. Of God, of money. Zijn we bereid om de afgod geld te offeren en Jezus het woord van God de belangrijkste plaats in ons leven te geven? Are we ready to give away the mammon and to give that place to God, our Lord and Savior, to Jesus? Het is niet omdat de kerk het niet nodig heeft, of omdat because the church needed, of omdat de pastor het geld niet nodig heeft. Of that because the pastor does not need the church. Maar wel omdat God het ons gebiedt. But because God commands us. Dat tienden dienen afgedragen worden. That tithes are to be given unto the church. Een kerk die geen tiende int. A church that does not receive any tithe. Kijkt eigenlijk neer op Gods woord. Looks down upon the word of God. En beweegt zijn kerkleden tot zonde. And leads his members to sin. Of ongehoorzaamheid aan God. Or disobedience unto God. En het is hoogmoedig. And it is proud. Nu de vraag is, zijn wij ook bereid om moeilijke offers te brengen aan God in deze tijden waarin geld zo belangrijk is? Now the question is today, are we also ready to give such sacrifices to God where in a time where money is so important? Want we zijn aan het zien hoe dat Abraham zijn herstel bekomen heeft. Because we are talking about how did Abraham receive his restoration again. En in hoofdstuk 22 zal God namelijk nog zwaardere offers vragen. And in chapter 22 of Genesis, God will ask even more. From Abraham. Wat als deze offer of dit offer al te zwaar is? What if this offering was already too much? We zijn hier vandaag niet om te prediken, maar om te bidden. Dus we gaan verder naar het derde punt. We are not here to preach today, but we are here to pray. So we go according to. Nu het derde punt wat we gezien hebben, of de derde stap die Abraham nam, was dat hij volledig vertrouwde op God en hij had geen voorziening van wereldse koningen nodig. The third step that we saw that Abraham took is that he completely trusted God and he did not need provision from worldly kings. Kan jij vandaag zeggen dat je volledig op God vertrouwt? Can you say today that you completely trust upon God? Of heb je nog andere bronnen waarop je vertrouwt? Or do you have other sources you trust upon? En de vierde stap die we gezien hebben in dit verhaal was niet van Abraham, maar van Lot. And the fourth step that we saw in this story was not from Abraham, but it was from Lot. Lot had nederig kunnen terugkeren naar Abraham. He could have gone back in a humble way unto Abraham. Maar hij weigerde dit te doen. But he refused to do that. Met alle nare ervaringen waar we later nog zullen op terugkomen tot gevolg. With all the difficult consequences that he had to go through attached onto them. Nu de vierde vraag die wij moeten beantwoorden is: kan jij fouten toegeven? Now the fourth question that we have to answer today is, can you admit mistakes? En je nederig tonen ten opzichte van geestelijke autoriteiten die geplaatst zijn in uw leven. Can you show yourself humble before the spiritual authorities that are placed in your life? Nu de antwoorden op deze vier vragen bepalen of je dichter bij je herstel en je hemelse realiteit kan komen. Now the answer on those four questions, they what determines how ready you are to come closer to your restoration. En die kan ik niet voor jou beantwoorden, maar die moet jij voor jezelf beantwoorden. And I cannot answer them for you, but you have to do that yourself. Dus luister nog eens terug naar dit eerste stuk en beantwoord deze vragen voor jezelf. Now, so listen again to the first piece and answer those questions for yourself. Als je echt herstel wilt en dat je echt Gods nabijheid meer wil voelen in je leven, dan moet je hier aan werken en dan moet je zien dat je ook op deze vragen op een positieve manier kan antwoorden. If you really want the restoration of God, if you really want to come back into the presence of God, then you have to have positive answers to these questions. Oké, laten we nu naar dat gebed gaan. Daar waar we vandaag eigenlijk op willen focussen. Now let us enter into the prayers. We gaan vers per vers bidden met Genesis 14. We are going to pray verse per verse with Genesis 14. En ik heb rechtstreeks vertaald, de Bijbelversen rechtstreeks vertaald uit de King James versie van de Bijbel. And I translated the verses directly from the King James version of the Bible. Naar het Nederlands. En de Bijbel zegt in vers 1, en het gebeurde dat in de dagen van Amraphel, koning van China.
And it came to pass in the days of Amraphel, king of Shinar. Arioch, koning van Elazar. Arioch, king of Elazar. Chedorlaomer, koning van Elam. Chedorlaomer, king of Elam. En Tidal, koning van Narsis. En Tidal, king of Narsis. Now we zien hier dat er veel over koningen gesproken wordt. We see here that there are a lot of things talked about kings. Vandaag hebben wij ook een koning hier in België, Philip. And today we have a king here in Belgium as well, Philip. En we hebben ook nog andere leiders en machten en krachten in dit land. And we also have a lot of different powers and people in power in this country. En er zullen ook wel fysieke leiders zijn in het land waarin jij je bevindt. And there will also be physical authorities in the lands in the country where you are. En het kan een koning zijn of een koningin of een president, wat dan ook. It can be a king, a queen, a president, whatever. Nu, deze leiders, deze fysieke leiders, die moeten beslissingen nemen. Now, these physical authorities, they have to take decisions. En ze zijn er eigenlijk om de mensen te dienen zoals de koning der koningen. And they are normally here to serve the people as the king of kings. Zoals Jezus. As Jesus. Zoals hij ons gediend heeft, ons dient en gediend heeft. Just as he has served us and is still serving us. Jezus heeft ons de weg getoond om hersteld te worden in de hemelse realiteit. He showed us the way to be restored in the heavenly reality. Want ook hij kwam naar de aarde en hij werd hersteld aan de rechterhand om te zitten aan de rechterhand op de troon aan de rechterhand van de Vader. Because he also came to the earth, but he was restored unto his place at the right hand of the Father. Dus bid dat deze fysieke leiders die in jouw omgeving regeren. So pray that the physical authorities that reign in your environment. En die beslissingen nemen. And that take decisions. Dat deze fysieke leiders en deze beslissingen je dichter zullen brengen bij je herstel in de hemelse of edense realiteit. Pray that they will bring you, these decisions will bring you closer to your restoration and to your heavenly reality. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu, de Bijbel zegt in vers 2. The Bible says in verse 2. Dat deze koningen een oorlog aangingen met Bera, de koning van Sodom. That this king went into battle with Hera, the king of Sodom. En met Bicha, de koning van Gomorra. With Bicha, the king of Gomorrah. En met Shinab, de koning van Adma. And Shinab, the king of Adma. En Shemeber, de koning van Zeboim. And Shemeber, the king of Zeboim. En de koning van Bela, welke Zoar is. And the king of Bela, who is Zoar. We zien dat de koningen uit de tijd en in de omgeving van Lot en Abraham klaarblijkelijk alleen maar hun eigen macht, gewin en profijt in gedachten hadden. We see that the king in the time of Abraham, they only had their own profit before their eyes. En uiteindelijk zullen we zien dat alles, ook al leek het op het eerste zicht slecht. And we'll see how even though things were looking bad at first. Dat deze toch bijdroegen tot het herstel van Abraham in die spirituele realiteit. That they contributed to the restoration of Abraham into his spiritual reality. In die spirituele realiteit waar dingen mogelijk waren die in de oorspronkelijke fysieke realiteit waarin Abraham zich bevond niet mogelijk waren. In the spiritual reality where things that were not possible in the physical were possible. En we verwijzen hierbij voornamelijk naar de vruchtbaarheid van Sarah. And we refer here onto the barrenness of Sarah. Willen we in deze realiteit terechtkomen, dan moeten wij wel bereid zijn om dezelfde beslissingen te nemen en offers die Abraham ook bracht. If we want to see this restoration, then we have to be ready to take the steps or to bring the sacrifices that Abraham brought. Zoals Solomon zei in de Prediker 1:9, er is niets nieuws onder de zon. Zoals, just as Solomon said in Proverbs. Ecclesiast. And Ecclesiastes that there is nothing new under the sun. Laten we daarom bidden. So let us pray. Wat er ook mogen gebeuren. That whatsoever should happen, shall happen. Want het leek allemaal niet zo goed wat er gebeurde voor Lot en voor Abraham. Because what was about to happen did not look good for Abraham and for Lot. Laten we daarom bidden dat wat er ook mogen gebeuren. So let us pray that whatsoever shall happen. Wat beslissingen er ook mogen genomen worden. Whatsoever decision will be taken. Welke ziektes er ook ons pad mogen kruisen. Whatsoever sicknesses may cross our path. Dat alles zal zijn om ons dichter bij de hemelse realiteit te brengen.
That everything shall be to bring us closer to our heavenly reality. En dat het zal helpen om onze spirituele ogen en oren scherper te stellen. And that it will help us to sharpen our spiritual ears and eyes. En dat het ons in staat zal stellen om de juiste offers te brengen. And that it will enable us to bring the right sacrifices. En dat het ons terug dichter zal brengen bij dat spirituele imago dat eigenlijk gerelateerd is aan deze spirituele realiteit. And that it will bring us back to the spiritual image which is related onto this spiritual reality. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu vandaag kunnen oorlogen, ziektes, rampen en gebeurtenissen. Now today wars and sicknesses and natural disasters. Mensen afschrikken. They can fear people. Maar we moeten weten dat alles gebeurt met een bedoeling. But we have to know that everything happens for a reason. En alles gebeurt om ons dichter terug bij God te brengen. And they happen to bring us closer to God. Bid dat niets je van de wijs zal brengen. Pray that nothing shall remove you from the way. En je zorgen zal doen maken. And that will make you worry. Maar dat je alles zal kunnen plaatsen in het grotere plaatje dat God voor ogen heeft voor ons. But that you will be able to place it in the bigger picture that God has for us. Een beter leven. A better life. Een betere bestemming. A better destination. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu vers 3 zegt. Verse 3 says. Al deze koningen met hun legers waren samen in de vallei van Siddim. All these kings and their armies were together in the valley of Siddim. Welke de Zoutzee is. Which is the Salt Sea. Nu vandaag zijn er, we zien hier dat er eigenlijk een vergadering is. And we see here that there's a gathering. Alle koningen waren daar samen. All the kings were there together. Vandaag zijn er vele vergaderingen met wereldleiders. Today there are a lot of meetings with worldly leaders. Met autoriteiten. With authorities. De Europese gemeenschap. The community. De Verenigde Naties. The United Nations. De NAVO. The NAVO. De G7. The G7. Maar ook het parlement dat samenkomt. But also the parliament that comes together. De gemeenteraad in onze dorpen. The council in our cities. Het zijn allemaal bijeenkomsten van leiders. These are all gatherings of leaders. En vandaag zien we ook dat België al geruime tijd geen legale of normale regering heeft. And we see that for a long time now, for a while now, Belgium hasn't had a legal government. Omdat leiders met elkaar kibbelen, oorlog maken. Because the leaders fight each other. De koningen kwamen samen om te vechten, 5 koningen tegen 4 koningen. The kings here in this book were coming together to fight five against four. Maar wat we uiteindelijk zien is dat het geen invloed had op de welvaart van Abraham. But what we see at the end is that it did not have any effect on the wealth of Abraham. Of op Abraham's situatie in het algemeen. Or on the situation of Abraham in short terms. Het dreef hem alleen om beslissingen te nemen welke hem dichter bij God zouden brengen. It only pushed him or made him to have to take decisions that will bring him closer to God. Laten we daarom bidden dat elke samenkomst van leiders. So let us pray that every gathering of leaders. Of het nu lokale of wereldleiders zijn. Whether it be local leaders or global leaders. Of onze geestelijke of fysieke situatie alleen maar zullen verbeteren. That they will only better our physical and spiritual situation. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Laten we bidden. Let us pray. Dat God ons zal leiden om de juiste beslissingen te nemen. That God will lead us to take the right decisions. In welke situatie we ons ook mogen bevinden. No matter the situation we find ourselves in. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu de Bijbel zegt in vers 4, 12 jaar dienden ze. Now the Bible says in verse 4, for 12 years they were serving. Dit zijn de 5 koningen. These were the 5 kings. Chedorlaomer. Chedorlaomer. En in het 13e jaar kwamen ze in opstand. And in the 13th year they rebelled. Nu 13 wordt ook wel eens een ongeluksgetal genoemd. Now 13 is also is often called the number of bad luck. Maar het is niet 13. But it is not 13. Dat de 5 koningen en de mensen over wie ze heersten ongelukkig maakten. That made these people unhappy. Maar het waren de beslissingen die ze namen om in opstand te komen. But it was
was the decision that they took to rebel. Nu, de reden waarom er een heerser over deze regio geplaatst was. Now the region where there was somebody to reign in this region. Zullen we later ook nog zien, was niet zomaar. We will see later that it was not just like that. Het was omdat er veel zonde in die regio was. It was because there was a lot of sin in that region. Waardoor God niet kon ervaren worden in deze omgeving. True, which God could not be experienced in that region. Nu, hun opstand tegen Kedar Laomer kon hun niet bevrijden. Now, standing up and rebelling against Kedar Laomer would not help them. Zelfs ook al zouden ze deze oorlog of deze strijd gewonnen hebben. Even if they had won this war. Maar de echte bevrijding zou er enkel komen wanneer de koningen en de mensen terug in gehoorzaamheid naar God zouden komen. Dus dat zou de manier geweest hebben waarop deze koningen de mensen zouden gediend hebben. Zoals Yahweh, God, de koning der koningen, het gedaan zou hebben. Just as Yahweh, the King of Kings, would have done. Laten we bidden. Let us pray. Dat 2020 jouw jaar zal worden in welk je Gods geluk en vreugde zal mogen ervaren. Will become the year in which you will experience the joy and the peace of God. Bid voor leiders die zullen dienen op Gods manier. Pray that you will have leaders that will serve in the ways of God. En niet op hun eigen manier. And not in their own ways. Dat beslissingen die zij nemen je meer rechtvaardig zullen maken. That the decisions that we take will make you more righteous. En dat deze je dichter bij God zullen brengen in de naam van Jezus. Bring you closer to God in the name of Jesus. Bind ook elke geest van rebellie. Bind now also every spirit of rebellion. Een opstand die je alleen maar tot verlies zal leiden. That will only bring you to losses. Die geen vooruitgang in je leven zal brengen. That will not bring you any progress. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 5. And the Bible says in verse 5. En in het 14e jaar kwam Kedar Laomer. And in the 14th year Kedar Laomer came. En de koningen die met hem waren. And the kings that were with him. En zij versloegen de Rephaims in Ashtaroth Karnaim. And they smote the Rephaims in Ashtaroth Karnaim. En de Zuzims in Ham. And the Zuzims in Ham. En de Amins in Shaveh Kiriataim. And the Arabs in Shaveh Kiriataim. We zagen hier reeds dat Kedar Laomer een sterke koning was. We see here that Kedar Laomer he was a strong king. Met een sterk leger. With a strong army. Een onoverwinnelijk leger. An invincible army. Gebruikt door God. That was used by God. Om zijn doelen, om de doelen van God te bereiken. To achieve his goals. Ook al was Kedar Laomer een ongelovige of een anders gelovige, had hij andere goden. Even though Kedar Laomer had other dreams. Later zien we wanneer Kedar Laomer de gelovige Abraham zijn pad kruist. We see later that when he crosses the path of Abraham. Dat Kedar Laomer niet zo onoverwinnelijk lijkt. That he does not seem as so invisible anymore. Omdat op dat moment God de zijde van Abraham zijn volgeling kiest. Because at that moment God chooses the side of his Abraham, his followers. Bid dat in 2020. Pray that in 2020. De ongelovigen. The unbelievers. De slechte mensen. The wicked people. De slechte zullen afslachten. They will destroy the wicked. Om het pad naar herstel voor de rechtvaardige klaar te maken. To prepare the way to the restoration. We zagen dat Kedar Laomer, de ongelovigen, andere ongelovigen afslachten om het pad vrij te maken voor Abraham. We saw that Kedar Laomer he was slaughtering the other unbelievers to make way for Abraham, in fact. Daarom bid dat in 2020 de ongelovigen, de slechte mensen, de slechte zullen afslachten. So that's why I pray that in 2020 the wicked would slaughter the wicked. Om het pad naar herstel voor de rechtvaardigen klaar te maken. To clear the path to righteousness, to restoration for the in Jezus naam. In the name of Jesus. De ongelovigen slachten de ongelovigen af, zoals ook David in Psalm 34, 21 vermeldt. And the unbelievers slaughter the unbeliever, just as David also mentions in Psalm 34. Bid dat in 2020 de ongelovigen, de slechte mensen, de slechte zullen afslachten. Pray that
that in 2020 the unbelievers will kill the wicked. Om jouw pad tot herstel klaar te maken. To clear your path to restoration. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 6. And the Bible says in verse 6. En de Horieten in hun berg Seir. And the Horites in their mountain Seir. Tot aan El Paran. Until El Paran. Diep bij de wildernis. Close to the wilderness. De woestijn. The wilderness. Dus we zien dat de Horieten waren het volgende slachtoffer van Gedar Loyomen. So we see that the Horites they were the next victim of Gedar Loyomen. En de Bijbel zegt dat de Horieten hun berg hadden. And the Bible says that they had their mountain. Maar het was duidelijk niet de berg van God. But it was not the mountain of God. Het was niet de berg van Zion. It was not the mountain of Zion. Seir was de stamvader van de Horieten. Seir he was the father of the Horites. En er was een berg of zelfs een streek naar hem genoemd. And there was a mountain in a region that was named after him. Bid vandaag dat elke berg van afgoderij in je leven. Pray that every mountain of idolatry in your life. Die je herstel verhinderen. That block your restoration. Dat deze zullen afgevlakt worden. That they will be made flat in the name of Jesus. Bid dat alles wat belangrijker is dan God in je leven. Pray that everything that seems more important in your life. Alles wat hoger ingeschat wordt dan Jezus. Everything that is more important than Jesus. Dan Gods woord in je leven. Than the word of God in your life. Dat het zal uitgevlakt worden. That it will be flattened in the dat zal verwijderd worden uit je leven. That it will be removed from your life in the name of Jesus. Bid dat alles in je familie. Pray that everything in your family. Waar je weet van hebt of geen weet van hebt. From which you know or that you do not know. Dat Gods plaats inneemt. That is taking the place of God. Zal verlaagd worden tot niets in vergelijking met wat God betekent in je familie en in je leven. That it will be made unto nothing in comparison to what God means in your life. In Jezus naam. In the name of Jesus. Nu de Bijbel zegt ze vertrouwden op hun berg. The Bible says they trusted upon their mountain. Om zich te beschermen tegen Gedar Loyomen. To protect themselves from Gedar Loyomen. Maar dit was een slechte veronderstelling. But this was a very bad way of thinking. Het was een slechte fundering om de overwinning te behalen. It was a bad foundation to win. Bid dat God elke slechte of onstabiele fundering waarop je staat. Pray that God that every false or wrong foundation that you are standing upon. Dat hij deze zal opbreken. That he will break them, that God will break them. En dat hij deze zal vervangen door Gods woord, door Yahweh's fundering. That we will exchange them with the foundation of God with his word. Jezus Christus in de naam van Jezus. With Jesus in the name of Jesus. Prijs de Heer. Praise the Lord. En de Bijbel zegt in vers 7. Now the Bible says in verse 7. En ze keerden terug. And they went back. En ze kwamen aan te en Misfat. And they came to Misfat. En dit is Kadesh. And which is Kadesh. En verwoestte het land van de Amalekieten. And smote all the country of the Amalekites. En ook de Amorieten die in Hazezon Tamar verbleven. And also the Amorites that dwelt in Hazezon Tamar. Nu ook hier zien we nogmaals voorbereidend werk van God door Gedar Loyomen. So here again we see the preparation of God through Gedar Loyomen. Nu Kadesh betekent heilig. Kadesh means holy. En het wordt meestal samengebruikt met Bernea. And it is often used with Bernea. Wat betekent woestijn van zwervers? Which means wilderness of deserters. Praise God, praise de Heer. Nu, je moet weten dat Kadesh Bernea. Now you have to know that Kadesh Bernea. Dit zijn de twee plaatsen. These were the two places. Die aan elkaar grenzen. That bordered onto each other. Dus Kadesh in het beloofde land. Now so Kadesh in the promised land. En Bernea in de woestijn, in de wildernis. And Bernea in the wilderness. En het zijn deze plaatsen waar. Later Joshua, de tweede generatie van Israëlieten die uit Egypte kwamen vanuit de woestijn, waarin ze hadden rondgezwerfd, het heilige land zal inleiden. And this is where Joshua brings the children of Israel after they had gone through the desert, through the wilderness. This is where they enter into the promised land. En wat zien we?
And what do we see? We zien dat Gedor Laomer hier twee latere tegenstanders van de Israëlieten serieus verzwakt zal maken. And we see here already that Gedor Laomer he weakens the enemies of the children of Israel already. De Amalekieten en de Amorieten. The Amalekites and the Amorites. Bid dat in dit jaar 2020 Gods legers zal doen opreizen. Pray that in 2020 God will rise up armies. Die alle hindernissen voor herstel gedurende dit jaar zullen wegvagen. That will remove all the hindrances from restoration in this year. Of verwaarloosbaar zwak zullen maken. Or that he will weaken them completely. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Zoals Kadesh Barnea de deur was voor de Israëlieten om het beloofde land in te gaan. Just as Kadesh was and Barnea were the door for the Israelites to enter into the promised land. Bid dat God de deuropening naar jouw herstel in 2020 zal vrijmaken van alle obstakels in de naam van Jezus. Pray that God will remove every obstacle that is on the door that will lead onto your restoration in the name of Jesus. Prijs de Heer. Praise the Lord. De Bijbel zegt in vers 8, 9 en 10 welke samen horen. The Bible says in verse 8, 9 and 10 that belong together. En daar trokken te strijden de koning van Sodom en de koning van Gomorra. And there went out the king of Sodom and the king of Gomorrah. En de koning van Adma en de koning van Zeboim. And the king of Adma and the king of Zeboim. En de koning van Bela, dit is Zoar. And the king of Bela, the same is Zoar. En zij trokken te strijden tegen hen in de vallei van Siddim. And they joined battle with them in the valley of Siddim. Tegen Gedor Laomer, de koning van Elam. With Gedor Laomer, the king of Elam. En met Tidal, de koning van Nazis. And with Tidal, king of nations. En Amraphel, de koning van Shinar. And Amraphel, king of Shinar. En Arioch, de koning van Elazar. And Arioch, king of Elazar. Vier koningen tegen vijf. Four kings with five. En de vallei van Siddim was vol met lijmputten. And the valley of Siddim was full of slime pits. En de koning van Sodom en Gomorra vluchtte. And the kings of Sodom and Gomorrah fled. En werden daar verslagen. And fell there. En zij die overbleven vluchten naar de bergen. And they that remained fled to the mountain. Nogmaals worden hier de koningen opgezond die oorlog met elkaar maakten. Here again the kings are mentioned that fought against each other. We hebben reeds gezegd dat Sodom en Gomorrah een regio was waar het slechte heerste. We just say that Sodom and Gomorrah was a region where sin was reigning. En dit is enkel mogelijk wanneer ook de leiders, de koningen, slecht zijn. And this is only possible when the kings are bad themselves. Bid dat alle slechte leiders in dit land. Pray that every bad leader in this country. In de regio waar jij woont. In the region you live in. Die immoraliteit goedkeuren en aanmoedigen. That encourage immorality. Zullen berecht worden. Will be judged. En zullen vallen in de naam van Jezus. And that they will fall in the name of Jesus. Prijs de Heer. Halleluja. En de Bijbel zegt in vers 11. The Bible says in verse 11. En zij namen alle bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voorzieningen en ze volgden hun eigen weg. And they took all the possession of Sodom and Gomorrah and they followed their own way. We zien dat Gedor Laomer beloond wordt voor het uitroeien van het kwade. We see that Gedor Laomer he is rewarded for destroying the wicked. Van het immorele. From destroying the immorality. En dat hij beloond wordt met alle bezittingen van Sodom en Gomorra. And that he is rewarded with all the possessions of Sodom and Gomorrah. En van de andere koningen. And from the other kings. Bid dat zij die het slechte bestrijden. That those who fight the wicked. Zij die immoraliteit aanvechten. Those that fight immorality. In 2020 zullen beloond worden in de naam van Jezus. That they will be rewarded in 2020 in the name of Jesus. Prijs de Heer. Praise the Lord. En de Bijbel zegt in vers 12. And the Bible says in verse 12. En ze namen ook Lot en Abraham's neef die in Sodom woonden. And they took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom. En zijn bezittingen en vertrokken. And his goods and departed. Nu Lot was wel dan de neef van Abraham. Now Lot was truly said the nephew of Abraham. Maar hij had zich afgescheiden van de door God geliefde Abraham. But he had separated himself from the God-loved Abraham. En hij had zich eengemaakt met het gehate Sodom en Gomorra. And he made himself one with the hate that was in Sodom and Gomorrah. Later zullen we ook nog lezen hoe dat hij een vrouw van Sodom en Gomorra had genomen. Later we see also how he had taken a wife from Sodom and Gomorrah. Bid dat in dit jaar 2020.
pray that in this year 2020, je ongelovige familieleden en geliefden, your unbelieving family members, tot inzicht en berouw zullen gebracht worden. Will come to insight and to repentance. Door de omstandigheden die dit jaar zullen treffen. Through the circumstances that they will meet this year. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat je familieleden en geliefden. Pray that your family members and loved ones. Zullen kiezen om Jezus te volgen. Will choose to follow God. En hierdoor verlossing, bevrijding en herstel zullen zien. And that they will see a salvation and a restoration. Van elke fysieke en geestelijke aanval in hun leven. From every spiritual or physical attack in their life. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat je ongelovige familieleden en geliefden. Pray that your unbelieving family members and loved ones. Jou niet zullen leiden tot zorgen maken. Will not lead you to worry about your life. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En vers 13 zegt. And verse 13 says, en er kwam iemand die ontsnapt was. And somebody came that had escaped. En hij vertelde Abraham de Hebreeuw. And he told Abraham the Hebrew. Abraham bevond zich in de vlakte van de Amoriet Mamre. And Abraham was in the plain of Mamre, the Amorite. De broer van Eshcol en de broer van Aner. Brother of Eshcol and brother of Aner. En zij hadden een overeenkomst met Abraham. And these were confederate with Abraham. Nu, de Bijbel zegt er was een ontsnapte van de oorlog tussen Gedar Laomer en de koningen van Sodom en Gomorra. The Bible says there was somebody that had escaped from the war between the kings of Sodom and Gomorrah and Gedar Laomer. Die het slechte nieuws van Lot aan Abraham bracht. Who brought the bad news onto Abraham. Weet dat in 2020 geen slecht nieuws je weg zal kruisen in de naam van Jezus. Pray that in 2020 no bad news shall cross your ways in the name of Jesus. Nu, de Bijbel zegt dat Abraham een overeenkomst had met Eshcol en Aner. The Bible says that he was a confederate of Eshcol and Aner. Welke betrouwbare kompanen bleken te zijn in het gevecht tegen Gedar Laomer. People that he could trust in the fight against Gedar Laomer. Bid dat God helpers en goede kompanen op je weg zal brengen in 2020. Pray that God will bring helpers and good company on your ways in 2020. Die je zullen helpen om elk probleem in 2020 te overkomen. People that will help you to overcome every problem in 2020. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 14. Now the Bible says in verse 14. En toen Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was genomen. And when Abraham heard that his brother was taken captive. Bewapende Abraham zijn getrainde dienaren. He armed his trained servants. Geboren in zijn eigen huis. Born in his own house. 318. 318. En achtervolgde hen tot Dan. And pursued them unto Dan. Niet tot Dan, maar tot Dan. Dan is een gebied of een omgeving. Dan is a region. Abraham was voorbereid. Abraham was prepared. De Bijbel zegt dat Abraham getrainde dienaren had. The Bible says that he had trained servants. Bovendien waren het allemaal dienaren die opgegroeid waren en opgeleid waren onder zijn leiderschap. And it were people that were trained under his leadership. Het waren geen onbetrouwbare huurlingen. It were not mercenaries that he just hired. Die zich tegen een meerprijs hadden kunnen tegen hem keren. Who just answered unto money and could have turned against him. Nee, ze groeiden op in zijn omgeving, onder zijn heerschappij. But these people, they grew up under his leadership. Bid dat God jou en je geliefde voorbereidt op elk fysiek en spiritueel gevecht. Pray that God will prepare you and your loved ones for every physical or spiritual fight. Dat op je weg kan komen in 2020. That may come upon your way in 2020. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat geen van hen die je getrouw hebben geleid. Pray that none of them that has brought you trust. Zich tegen jou zullen keren. Will turn against you. Dat niemand die zich trouw heeft getoond tot nu toe. Pray that nobody that has shown himself trustworthy unto now. Dat zij je zullen afvallen in 2020. That they will not fall off in 2020. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu, Abraham leidde de mensen op. Now Abraham was training the people. Maar eigenlijk hebben we voordien nooit gelezen dat ze ooit al een oorlog hadden gevochten. But we don't read anywhere before that they had fought a war. Of zich in een echt gevecht hadden moeten meten.
or that they could have measured themselves in the very true, in the true, in the real fight. Wanneer nu dit eerste gevecht zich aankondigde, when this first fight shows itself, twijfelde niemand. Nobody doubted. Er was geen angst te bemerken. There was no fear to smell. Bid dat angst jou en je getrouwen, je geliefden niet zal overvallen. Pray that fear will not overtake you and your loved ones. Wanneer je situaties zal tegenkomen in je leven. When you will meet situations in your life. Waarvoor je in je kerk bent opgeleid. For which you were trained in your church. Om deze te overkomen. So overcome this. Je bent getraind om deze te overkomen. You are trained to overcome them. Laat, bid daarom dat geen enkele angst je zal overnemen. Pray therefore that no fear shall overtake you. Of je zal overvallen. Or that will make you fall or stumble. Maar dat je zal staan op de fundering waar je in je getraind bent. But that you will stand on the foundation in which you were trained. Zoals de getrouwe en de dienaren van Abraham. Just as the... Nu bid dat nieuwe situaties je niet angstig zullen maken. Now pray that new situations will not make you fear. We zagen dat de nieuwe situatie was voor de dienaren van Abraham. The new situations were for the servants of Abraham. Maar dat maakte hen niet bang. But it did not scare. Weet dat nieuwe situaties je niet angstig zullen maken. Pray that new situations will not make you afraid. Maar dat je deze nieuwe uitdagingen succesvol zal overkomen. But that you will overcome them successfully. In 2020 in de naam van Jezus. In 2020 in the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 15. And the Bible says in verse 15. En hij, Abraham, verdeelde zich tegen hen. And he, Abraham, divided himself against them. Hij en zijn dienaren. He and his servants. 'S Nachts. By night. En hij overwon hen. And smote them. En hij achtervolgde hen tot Hobah. And pursued them onto Hobah. Welke zich aan de linkerzijde van Damascus bevond. Which is on the left hand of Damascus. Nu, de Bijbel zegt dat Abraham en zijn dienaren waren verspreid. The Bible says that Abraham and his servants they were divided. Maar spiritueel niet verdeeld. But not spiritually divided. Ze waren fysiek waren ze op andere plaatsen. They were physically at different places. Maar spiritueel niet verdeeld. But spiritually they were not divided. Ze hadden één doel. They had one target, one goal. De vijand te verslaan. To overtake the enemy. En de vijand vanuit verschillende plaatsen aan te vallen. And to attack from different places. Bid als wij vandaag fysiek verspreid zijn. Pray today that if we are physically separated. Over dit land van België. Dispersed in this land of of zelfs verspreid over deze wereld. Even in this world. Maar dat we met één gebed en één doel. But that with one prayer and one goal. Als wij de vijand aanvallen. If we attack the enemy. Vanuit onze verschillende plaatsen nu. From our various places. Hier in België en verspreid over deze wereld. Here in Belgium and shared all over the world. Deze avond, deze nacht. This evening, this night. Dat elke vijand van welke aard ook. That every enemy from which state he comes from. Ook zal verslagen worden in de naam van Jezus. That he will also be taken, be defeated in the name of Jesus. Nu, welke zijn die vijanden? Now, which are these enemies? Is uw vijand misschien ziekte? Is your enemy a sickness? Of is uw vijand armoede? Is it poverty? Of is uw vijand onrecht? Or is it unrighteousness? Is uw vijand fysiek of spiritueel? Is he physical or spiritual? Bid vandaag, Heer, versla deze avond elke van uw vijanden in ons leven. Pray today that God please God defeat every enemy in our life tonight. In de levens van hen die in eenheid samen bidden nu met ons. In the life of the people that are praying with us in unity now. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Ook al zijn we fysiek verspreid. Even though we are divided physically. Laten we met één stem. Let us with one same voice. Al deze vijanden verslaan vandaag. Defeat all these enemies tonight. Vanuit de verschillende plaatsen waar we ons bevinden vandaag. From the various places where we are now. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in vers 16. And the Bible says in verse 16. En hij, Abraham. And he, Abraham. Bracht alle bezittingen terug. Brought back all the goods. En ook zijn neef Lot en zijn bezittingen.
And also again his brother Lot and his goods. En de vrouwen ook en de mensen. And the women also and the people. We zien hier dat alles zonder uitzondering teruggebracht werd door Abraham. We see that everything was brought back onto Abraham without Bid dat alles wat door de vijand gestolen is geweest in je leven zal hersteld worden in dit jaar 2020. Pray that everything that was taken, that was stolen by your enemy shall be restored unto you in this 2020. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu, Lot. Nu, Lot. Now, Lot. In de plaats van terug te keren naar Abraham. Instead of going back onto Abraham. Zien we dat hij terugkeert naar de Jordaanvlakte bij Sodom en Gomorra. We see that he returns onto the plains of Sodom and Gomorrah. Bid dat vandaag. Of bid dat vandaag dat de mensen waarvoor je je nek uitsteekt. Pray today that for the people for which you are sticking your neck out. Waarvoor je offers brengt. For which you are bringing offerings. En waarvoor je zelfs risico's neemt zoals Abraham risico's nam voor Lot. For which you are taking a risk like Abraham did for Lot. Dat deze offers en risico's ook zullen appreciëren. That they will appreciate these offerings, these sacrifices. En dit zullen tonen in hun handelingen in de naam van Jezus. And that they will show it in their ways of doing in misschien, the name of Jesus. Misschien heb je het al meermaals ervaren dat mensen waarvoor je zoveel gedaan hebt. Maybe you have experienced already that the people for which you have done so much. Je gewoon de rug toekeren en je laten vallen zoals een stuk vuil. That they just turn their backs and let you fall. Bid vandaag opnieuw dat deze mensen waarvoor je je nek uitsteekt. Pray today that the people for which you are standing up, for which you are fighting. Waarvoor je offers brengt en zelfs risico's neemt. For which you are taking risks. Dat deze offers en risico's ook zullen geapprecieerd worden. That they will be appreciated as well. En dat ze dit ook zullen tonen in hun handelingen. And that they will show this in the ways of acting, in their behavior. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. De Bijbel zegt in vers 17. The Bible says in verse 17. En de koning van Sodom kwam hem Abraham tegemoet. And the king of Sodom came to meet Abraham. Nadat hij terugkeerde van de slachting van Chedorlaomer. After coming from the after his return from the slaughter of Chedorlaomer. En de koningen bij hem. And the kings that were with him. In de vallei van Shaveh, welke het koningsdal is. At the valley of Shaveh, which is the king's dale. We zien hier dat de wereldse koningen moesten buigen. We see here that the worldly kings had to bow. Ze moesten buigen voor de en ze moesten zich gewonnen geven aan de geliefde zoon van God Abraham. They had to give themselves one by the beloved of God Abraham. Bid dat alle wereldse leiders vandaag. Pray that every worldly leader today. Machten en krachten. Every power. Zich zullen buigen. Voor Jezus in je leven, in de naam van Jezus. That they will bow down for God in your life, in the name of Jesus. Bid dat alle wereldse machten en krachten. Pray that every worldly authority. Jou als christen terug zullen gaan respecteren, in de naam van Jezus. That they will respect you as Christian, in the name of Jesus. Prijs de Heer. Praise the Lord. En de Bijbel zegt in vers 18. And the Bible says in verse 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Melchizedek, the king of Salem. Brought forth bread and wine. En hij was de priester van de Allerhoogste God. And he was the priest of the Most High God. Bid dat nieuwe goddelijke relaties. Pray that godly relationships. New godly relationships. Zullen tot stand komen. Will come to pass. In dit jaar 2020. In this year 2020. Die een zegen zullen zijn in je leven. That will be a blessing in your life. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. We zagen dat uit het niets Melchizedek in het leven van Abraham kwam. We saw that out of nowhere Melchizedek came into the life of Abraham. Prijs de Heer. Praise the Lord. En hij was de koning van Salem. And he was the king of Salem. De koning van de vrede. The king of peace. Prijs de Heer. En de Bijbel zegt in vers 19. And the Bible says in verse 19. En gezegend is hij en zij. Gezegend is Abraham en hij zei: gezegend is Abraham door de Allerhoogste God, de eigenaar van de hemel en de aarde. Blessed is Abraham by God, the owner of the heaven and the earth. God had van het begin in Genesis 12:1. God had from the beginning in Genesis 12:1. Toen Abraham met God samenkwam. When Abraham met God. Voor de eerste keer. For the first time. God had gezegd dat hij Abraham zou zegenen. He had said that
said that he would bless Abraham. Als Abraham hem zou volgen. If Abraham had would follow him. Nu in dit hoofdstuk in Genesis 14 heeft Abraham nieuwe stappen gezet die God bevredigen. And we see that in this part he takes new step. Bid daarom vandaag, Jehovah, breng me dichter bij jou. Pray therefore today, Jehovah, bring me closer to you. Zodat uw zegens in 2020 nog meer zichtbaar zullen worden. So that your blessings in 2020 will become even more visible. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Bid dat alle zegens die in je leven geprofiteerd zijn of die gesproken zijn. Pray that every blessing that was prophesied upon your life. Voordien. Before. Tot nu toe. Until now. Dat deze ook zullen zichtbaar worden in dit jaar 2020 in de naam van Jezus. That they will become visible in this year 2020 in the name of Jesus. Prijs de Heer. Praise the Lord. En de Bijbel zegt in vers 20. And the Bible says in verse 20. En gezegend is de Allerhoogste God die uw vijanden in uw handen heeft gegeven. And blessed be the Most High God which has delivered their enemies into their hand. En hij, Abraham, gaf hem een tiende van alles. Gave him tithes of all. Nu Abraham toonde zich niet hebzuchtig. Now Abraham did not show himself greedy. En hij bevestigde zijn vertrouwen in God door een tiende van alle veroveringen aan God te geven. And he confirmed his trust in God by giving the tithe of everything. God, welke vertegenwoordigd was door Melchizedek. God that was presented here or yeah represented here by Melchizedek. Die genoemd met naam en met titel de priester van de Allerhoogste God genoemd wordt. Which was called by his title the priest of the Most High God. En de koning van de vrede. And the king of peace. Nu als Melchizedek de koning van de vrede was. Now if Melchizedek was the king of peace. Wat denk jij dat hij aan Abraham gaf? What do you think that he gave unto Abraham? Vrede natuurlijk. Of course he gave peace. Wil jij vrede in je leven in 2020? Do you want peace in your life in 2020? Bid dat God je stabiel en geloofwaardig maakt. Pray that God will make you stable. And trustworthy. And trustworthy. In het afdragen van je tiende. In the giving of your tithe. Zodat God kan zien dat je hem als Allerhoogste God in je leven hebt. So that he can see that you have him as the highest, the biggest God in your life. En niet geld. And not money. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Prijs de Heer. Praise the Lord. En de Bijbel zegt in vers 21. En de koning van Sodom zei tegen Abraham. Geef me de personen en neem de bezittingen voor jezelf. And verse 21 says. And the king of Sodom said unto Abraham. Give me the persons and take the goods to thyself. Nu we zien hier dat de koning van Sodom wilde Abraham geven wat zelfs niet van hem was. And we see here that the king of Sodom wanted to give Abraham what was not even his. De bezittingen van de mensen. The goods of the people. Het is gemakkelijk om weg te geven wat niet van jou is. It is easy to give away what does not belong to you. Nu de koning van Sodom wou macht. The king of Sodom wanted power. Hij wou invloed krijgen over de mensen, over het leven van Abraham. He wanted to have influence in the life of Abraham. Door hem dingen te geven. By giving him things. Bid dat gestolen goederen niet jouw handen of die van jouw geliefde zal bereiken in 2020. Pray that stolen goods will not touch you or the hands of your beloved ones in 2020. Zodat later geen beschuldigingen zullen volgen en je herstel in gedrang zullen komen. So that there will be no accusations that will block your restoration. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Herinner dat Yahweh in Malachi de tiende ook gestolen goed noemde. Remember that. Yahweh in Malachi called the tithe also a stolen good. Dus als je de tiende voor jezelf houdt, dan ben je ook, dan steel je ook. Then you are stealing as well. Houd dat in gedachten. Keep that in mind. Wanneer je dit gebed bidt. When you pray this prayer. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. En de Bijbel zegt in 22 en 23, en Abraham zei tot de koning van Sodom. 22 and 23 says that Abraham said to the king of Sodom. Ik heb mijn handen opgeheven naar de Heer, de Allerhoogste God. I have lifted up my hand unto the Lord, the Most High God. De eigenaar van de hemel en de aarde. The possessor of heaven and earth. En hij belooft dat ik niets van deze goederen, zelfs niet het minste. That I will not take from a thread even to a shoelace. Mij zou toe-eigenen. Dat ik niets zou aannemen wat jou toebehoort.
And that I would not take anything that is thine. Zodat je niet zal kunnen zeggen dat je Abraham rijk hebt gemaakt. Lest thou should say I have made Abraham rich. De Bijbel zegt Abraham hief zijn handen op naar de Heer. The Bible says that he lifted his hand unto the Lord. En hij herkende de Heer als diegene die voorziet in zijn leven. And he recognized God as the one that provided in his life. Als de enige en de almachtige God in zijn leven. As the most high God in his life. Kan jij vandaag Yahweh als de enige God in je leven aanbidden en eren? Can you today worship him as the only one, only provider in your life? Aanbid hem dan en eer hem. And worship him then. Geef hem alle eer en aanbid hem dan als de enige en de almachtige God. Give him all the honor and worship him as the only almighty God in your life. In jouw leven. Abraham zei dat hij aan God beloofd had. Abraham said that he had promised God. Om niets van de veroveringen voor zich te houden. To not keep anything from the plunder for himself. En hij houdt zich aan die belofte. And he keeps himself to that promise. Nu, als Christen is het belangrijk. Now, as a Christian, it is important. Om je belofte te houden, omdat God, Jezus, ook zijn belofte naar ons toe gehouden heeft. To keep yourself to the promises, because Jesus did himself the same towards us. Wat als Jezus dat niet had gedaan? What if Jesus did not do it? Bid dat in 2020. Pray that in 2020. Jouw ja zal ja zijn. Your yes shall be yes. En je nee zal nee zijn. And your no shall be no. Bid dat God je de kracht zal geven. Pray that God shall give you the strength. Om je belofte te houden. To keep your promises. Wat deze ook al mogen zijn. Whatever they may be. Welke belofte je ook mogen gemaakt hebben. Whatever promise you may have made. Laat je ja ja zijn en je nee nee zijn. Let your nay be your no be no and your yes be yes. In de naam van Jezus. In the name of Jesus. Nu de laatste vers zegt in 24 behalve dat wat de jonge mannen hebben gegeten. Verse 24 says, save only that which the young men have eaten. En het deel van de mannen die met mij zijn meegeweest, Aner, Eshkol en Mamre. And the portion of the men which went with me, Aner, Eshkol en Mamre. Laat zij hun deel nemen. Let them take their portion. Dus Abraham zei tegen de koning van Sodom dat er mensen met hem waren meegegaan. Abraham was telling to the people of Sodom that there were people that had gone with him. En hij zei tegen de koning van Sodom, laat zij hun beloning krijgen. And he said, let these people receive their reward. Bid dat zij die altijd aan jouw zijde staan. Pray that all those that are always on your side. Zij die samen met jou de strijd aangaan. The people that fight with you. Dat God hen zal belonen in 2020. That God will reward them in the name of Jesus. In de naam van Jezus, inderdaad. Prijs de Heer. Praise the Lord. Dit waren de gebeden voor vandaag. These were the prayers for today. Met Genesis 14. With Genesis 14. Volgende week gaan we verder en zullen we prediken opnieuw met Genesis 15. Next week we are going to continue and we'll be preaching with Genesis 15. En zullen we zien welke de volgende stappen zijn die Abraham dient te maken om hersteld te worden in zijn hemelse realiteit of in de spirituele realiteit bij God. And we will see which steps Abraham takes again or has to take to for his spiritual reality to be restored. Die Abraham en Sarah dichter zullen brengen naar de vruchtbaarheid die hun was ontnomen. The steps that will bring them to their fruitfulness that was stolen. En die onmogelijk leken en nog onmogelijk leken in deze fysieke realiteit. And that and the things that seemed still impossible in this physical reality. Prijs de Heer. Praise the Lord. Wat lijkt er onmogelijk in jouw leven? What seems impossible in your life? Wat zeggen de personen die jou omgeven en zeggen van nee, het is onmogelijk, geef het op. What do the people that surround you say? Do they say you should give up? Begin stap per stap samen met ons. Begin step by step with us. Het leven van Abraham te analyseren. To analyze the word, the life of Abraham. En te doen dat wat Abraham gedaan heeft. And to do what Abraham did. En we hebben juist gelezen, God is nog altijd dezelfde, hij verandert niet. And we have read that God is still the same, he does not change. Dus als wij vandaag dezelfde stappen doen die Abraham ook genomen heeft. And so if we take the same steps that Abraham took. Dan zullen ook wij hersteld worden in die spirituele realiteit waar alles mogelijk lijkt. Then we shall also be restored into that spiritual reality where everything is possible. Allee, niet lijkt, maar waar het ook mogelijk is, waar alles mogelijk is. Prijs de Heer. Where everything is possible. Dat was Gods woord voor vandaag. So
This was the word of God for today. Vergeet deze boodschappen niet te delen. Do not forget to share these messages. Er zijn zoveel mensen die nood hebben aan herstelling in hun leven. There are so many people that need restoration in their lives. Laten we niet hebzuchtig zijn. Do not be greedy. Let us not be greedy. Op het woord van God en alleen onze zegens nemen. With the word of God and only take our blessings. Maar wees ook een zegen aan iemand anders. But let's be a blessing for other people as well. En deel deze boodschappen. And share these messages. En doe het werk van God. And do the work of God. Dit was Gods woord voor vandaag. This was the word of God for today. Bij Gods genade zien we je volgende week terug. By God's grace we see you next week again. Zelfde plaats, zelfde uur. Same place, same hour. Tot volgende week. See you next week. God zegen. En nog een gezegende en een vredevolle nacht. Bye bye. Blessed evening. Bye.